Dans tout le pays, de plus en plus de zones de police utilisent la caméra ANPR. C'est une nouvelle source d'information qui enrichit le travail de la police. Het komt er eigenlijk op neer dat wij verschillende tonnen informatie hebben. Een ton met nummerplaten, ANPR. Een ton met processen verbaal, dus de feiten die we vaststellen. Informatie die we halen vanuit het internet, enzovoort enzovoort. En op die manier gaan we proberen om onze medewerkers eigenlijk aan te sturen op het terrein. Op basis van al die informatie en die linken die we vinden tussen die informaties. La zone de police de Nederland, qui utilise depuis 2 ans une vingtaine de caméras, y voit des résultats positifs. We zijn ervan overtuigd dat die camera's ons al heel wat geholpen hebben bij het voorkomen van misdrijven, maar ook vooral bij het verder onderzoek en de opheldering van feiten. Na de verkeersonveiligheid merken wij de afgelopen 5 jaar een dalende trend wat het aantal verkeersslachtoffers betreft. Maar de laatste 2 jaar is die trend eigenlijk nog sterker beginnen te dalen. Min 15% aan letselongevallen en verkeersslachtoffers. Dans la province d'Anvers a été mise sur pied une approche provinciale pour gérer les interventions urgentes, s'appuyant sur les images prises par caméra. Als je zelf niet over een meldkamer beschikt, en dat is het geval voor het merendeel van de politiezones in onze provincie, dan lijkt het ons beter om dat op een bovenlokaal, op een provinciaal niveau weg te leggen, waar men ook meer overzicht heeft op de ploegen op het terrein. La zone de police de Druivenstreek travaille déjà en étroite collaboration avec la police fédérale, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme après les attentats de Bruxelles. De minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid heeft beslist om een nationaal project ANPR te gaan ontwikkelen. Dat wil zeggen dat we een uitrol gaan hebben binnen nu en 3 jaar op voornamelijk autosnelwegen en ringwegen. Dat heeft natuurlijk ook wel een impact op alle lokale initiatieven en dat wil zeggen dat er afstemming moet zijn. Dus we hebben ondertussen afstemming gedaan en op die manier hebben wij eigenlijk een geïntegreerd verhaal. En op die manier proberen wij dus maximaal samen te werken met federale en lokale politiezones.